Ja, dank u wel, voorzitter. Collega's, allereerst is er toch iets dat ik nog kwijt wil, want er is iets wat ik jammer vind, namelijk de verdeeldheid onder de oppositie. Wij als N-VA-fractie, wij zullen elk voorstel dat hier vandaag voor ligt met betrekking tot een onderzoekscommissie steunen. We kunnen discussiëren over de modaliteiten, maar wij willen de bespreking verder zetten van elk van die voorstellen, want in essentie willen wij allemaal hetzelfde, namelijk een stuk meer te weten komen van de waarheid. Ik vind het dan ook zeer jammer dat er hier fracties zijn, ook in de oppositie, die dergelijke voorstellen van hun collega's afschieten op artikel 1 en er dus zelfs niet willen over praten, zelfs niet willen over discussiëren en niet over amenderen. Het is toevallig dezelfde partij die hier hoog van de toren blaast en zich in de Brusselse regering niet verzet heeft tegen het verlenen van kwijting aan de Dexia-bestuurders. Totdat u dat voorbeeld zou willen geven. Ah. Wij hebben namelijk in Brussel wel het voorstel voor een onderzoekscommissie ingediend. En er is ons geantwoord dat dit niet in het reglement voorkwam en dat het enige wat we konden doen was een andere commissie oprichten. En dat hebben wij gedaan. Wij hebben binnen het kader wat in de Brusselse regering mogelijk is en het parlement mogelijk is, dus wel alle instrumenten uitgeput. Ten tweede, wij hebben ook in het Vlaams parlement de vraag tot oprichting van een onderzoekscommissie naar de gemeentelijke holding opgericht. We hebben die gesteld en die is niet gesteund door de N-VA. En in dit voorstel dat u vandaag voorlegt, is een fundamenteel verschil dat zinvol is om te duiden. En daar verschillen wij inderdaad en ik heb daar geen enkel probleem mee. U spreekt namelijk in uw artikel al van fraude door de ACW. Dat doen wij niet. Wij wachten het onderzoek af vooraleer dat we conclusies trekken. Dat is het fundamentele verschil tussen de onderzoekscommissie die wij willen en de onderzoekscommissie van de N-VA. Wij doen overal in elk gremium wat in onze macht ligt. Wij hebben hetzelfde gedaan in het Waals parlement voor de gemeentelijke holding. De N-VA is zeer selectief in wie ze aanvalt, waar en wanneer. Ik dank u. Ja, ik stel alleen vast, mevrouw Elmatje, dat je de verdeeldheid ook verder zet. Want als het de gemeentelijke holding betreft, heeft het absoluut geen zin om in het Vlaams parlement en in het Brussels parlement en ook in het Waals parlement overal een eigen onderzoekje te gaan voeren. Is dat wat je wilt? Zo'n chaos. Allee, daar is niemand voor. Er zijn mogelijkheden. U had ook mogelijkheden om iets te doen dat in uw om er iets aan te doen. Wij hadden ook de mogelijkheden in de Vlaamse regering. Wij waren tegen die kwijting. U. Allee, meneer de Wicke, ja. Ja. Het woord is aan meneer de Wicke. Ja, collega's. Ik zal verder gaan. Ik merk namelijk, tussen heel dit verhaal, heel dit Dexia-verhaal, merk ik hier vandaag, in deze goede week, op Witte Donderdag, merk ik toch wel een zeer grote gelijkenis met het passieverhaal. Het passieverhaal. Het begon namelijk eind 2011, toen we voor de tweede keer Dexia hebben moeten redden. Toen we voor de tweede keer miljarden in die bank hebben moeten pompen en de komende generaties opgezadeld hebben met nog miljarden euro's aan waarborgen. En herinnert u wellicht allemaal nog die discussie hier toen, hier in het parlement, hier op dit spreekgestoel te stond toen Servijver Herstraten, toenmalig fractieleider, vandaag staatssecretaris. En wat zei Servijver Herstraten? Hij zei hier, ik geef het u op een blaadje, collega's, alle christendemocratische politici en ex-politici zullen naar die bijzondere commissie Dexia komen en getuigen. Ik heb toen nog iets anders gehoord op dat moment, namelijk de haan. Die kraaide voor de eerste keer. En hij zal helaas nog veel kraaien. Want wat kregen we toen? We kregen een bijzondere commissie Dexia die meer en meer op een kruisweg begon te lijken. Commissie Dexia, bijzondere commissie waar de hoofdgetuige, ex-christendemocratisch politicus Yves Leterme, niet kwam getuigen. Een commissie Dexia, waar we de rol van de toezichthouder niet adequaat hebben kunnen onderzoeken. We hebben niet in zijn documenten kunnen kijken. Een kruiswegcommissie Dexia, waar we uiteindelijk vaststelden dat er winstbewijzen bestonden in Dexia door het ACW. Winstbewijzen die het ACW toelieten om als enige miljoenen euro's te cashen uit een bank waar wij als belastingbetaler
miljarden in pompten. Maar ook dat mochten wij niet verder onderzoeken. Verder, er zijn nog tal van openstaande vragen. Ik heb in de bespreking in commissie een heel lijstje afgegeven met openstaande vragen. U vindt ze uiteraard in het verslag. Ik zal die hier nu niet allemaal opnieuw doen. En voor u erover begint, collega De Vries. Ja, we hebben destijds het verslag van de bijzondere commissie Dexia goedgekeurd. Inderdaad. Waarom? In dat verslag stonden heel wat goede dingen. Die experts hebben schitterend werk geleverd. De parlementsleden, ook veel collega's van de andere fracties, hebben schitterend werk geleverd. En die commissie, wat erin stond, is juist. Maar er staat niet genoeg in. Het is te weinig. De zaken die ik er net aangehaald heb wij niet mogen onderzoeken, staan niet in dat verslag. Wij willen veel meer weten van de waarheid. En ondertussen, tijd verstrijkt, ondertussen kwam er nieuws uit het kamp van de heiligen. Maar misschien zijn het eerder schijnheiligen. Maar wat zagen we de voorbije weken? De voorbije weken stonden de krantenkoppen er vol van. Karel de Gucht, toenmalig vicepremier, vandaag eurocommissaris, die zegt, de omstandigheden waarin de Arco-deal werd afgesloten, die kan niet anders omschreven worden dan chantage. Chantage, het woord uit de mond van een toenmalig vicepremier, die hier op het kernkabinet zit te onderhandelen en die het heeft over chantage. Kunt u dat voorstellen? Kunt u dat voorstellen? Hij was niet alleen. Ook Didier Reinders. Ook Didier Reinders kwam op de proppen. En wat zegt Didier Reinders? Als ik een boekje zou opendoen over heel die narco-toestand, dan komen de kranten papier tekort. De kranten komen papier tekort als ik zeg wat ik weet over die narco-deal. Komt uit de mond van een huidig en toenmalig vicepremier die erbij was. Wat is de boodschap die hiermee gegeven wordt aan de belastingbetaler? Wij weten genoeg, maar het parlement mag het vooral niet weten. Dat is de boodschap die gegeven wordt aan de belastingbetalers. Maar we gaan verder in ons passieverhaal. En we komen terecht in de olijfboomhaard van Dexia. En wie komen daartegen? Luc van Biezen. Luc van Biezen. Luc van Biezen, die het dreigement bovenhaalde. Het dreigement bovenhaalde van de onderzoekscommissie. Die stelde, als we niet genoeg te weten komen, en het is duidelijk dat we niet genoeg te weten komen, dan hebben wij een onderzoekscommissie nodig. En toen, u kon het al raden, de haan die kraaide voor een tweede keer. Want vorige week, bij de bespreking van deze wetsvoorstellen, wat zegt Luc van Biezen ineens? Nee, we hebben geen onderzoekscommissie nodig. De kar werd helemaal gedraaid. We hadden geen onderzoekscommissie meer nodig, volgens meneer Van Biezen. Waarom hadden wij geen onderzoekscommissie meer nodig, ineens? Volgens meneer Van Biezen had hij het recht gezien? Nee. Die had daar een paar argumenten voor. Zijn eerste argument was, wij kunnen contracten opvragen en inzien, zegt hij. Wij hebben de huidige contracten van tussen Belfius en het ASW mogen inzien. Maar die contracten, die behelzen een afkoop van het vorige contract, het historische contract, tussen het ACW en Dexia Bank België. En raad eens welk contract wij niet hebben mogen inzien, welk contract wij verzocht hebben om in te zien, waarvoor we geen toestemming kregen door de meerderheid, inderdaad, dat contract, de haan kraaide voor de derde keer. Maar gelukkig, het kiekenkot van de VLD is groot genoeg, want de haan die zal nog een paar keer kraaien, of er zitten er daar toch nog een paar. Tweede argument van meneer Van Biezen. We kunnen sprekers horen. We kunnen vragen stellen, hoorzittingen organiseren en sprekers horen. Uiteraard, als u de kranten van de voorbije weken leest, Karel de Gucht, chantage, Didier Reinders, de kranten komen op papier tekort. Wie moet u horen in een hoorzitting, denkt u? Wie? Als we als parlement, als vertegenwoordiger van de belastingbetaler, meer willen te weten komen over heel die zaak, dan lijken mij dat toch wel twee personen die u moeten horen, twee personen die barsten van de informatie over de omstandigheden waarin die deals gemaakt zijn. Dus uiteraard, onze fractie stelt voor, in de commissiezitting Financiën, bij de reding der werkzaamheden, om hoorzittingen te organiseren met die twee sprekers. Raad eens, wie stemt er tegen? Ja. Inderdaad. Collega Luc van Biezen. De man. De man die zegt dat we hoorzittingen moeten organiseren, stemt tegen op zijn eigen voorstel. De haan die kraaide voor een derde keer.
Derde voorstel van meneer Van Biezen. Laat het Rekenhof toezicht houden op de verheffing van Arco. Ja, meneer Van Biezen, leuk voorstel. Ik stel voor dat je er ook een keer de grondwet bij neemt, artikel 180. Arco valt niet onder de staat. Het Rekenhof heeft daar geen enkele mogelijkheid om daar toezicht te houden op die verheffing. Meneer Van Biezen verkocht alweer een luchtkasteel, de haan die kraaide, voor de vierde keer. En zoals ik al zei, dat zijn wel rare hanen daar. Er zitten al genoeg hanen in het kiekenkot van de VLD. Ja, inderdaad. En passieve hanen is maar drie keer. En passieve hanen is maar drie keer, maar bij de VLD kan dat vier keer. En het zou me niet verwonderen mocht dat nog een paar keer gebeuren. Maar ik kan u nog iets aanraden, collega's. In deze tijd van de goede week, moet je misschien niet alleen een keer kijken naar het Nieuwe Testament, maar ik heb nog interessante lectuur voor u. Er is een interessante paper geschreven, een tijdje geleden, door Sophie Staalraven. Sophie Staalraven, voormalig Kamerlid van Open VLD, schreef een paper met als titel Zin en onzin van een parlementaire onderzoekscommissie. Een zeer, zeer interessante paper, omstandig, redelijk droog soms, maar zeer omstandig en interessant. En ze haalt daar twee belangrijke punten aan. Allereerst zegt zij, het instrument van een parlementaire onderzoekscommissie, dat is essentieel voor de legitimatie van het parlement als systeem. Het is het parlement dat het hoogste gezag moet hebben en zelf onderzoek moet kunnen vervullen naar dergelijke zaken. Ze heeft nog een tweede punt. Ze maakt het nog straffer. Voormalig collega Staalraven van de VLD. Ze zegt namelijk, een parlementaire onderzoekscommissie is essentieel voor het vertrouwen van de burger in het politieke systeem. In het politieke systeem in het algemeen. Als je zulke toestanden vaststelt, zoals Dexia hier, 10 miljard rechtstreeks voor de belastingbetaler, miljarden euro's aan staatsgaranties, één organisatie die miljoenen kan cashen terwijl iedereen miljarden betaalt. En nog weigert geen onderzoekscommissie, dit tast het vertrouwen aan van heel de democratie, van heel het politiek systeem. Wat kan er nog meer het vertrouwen in de politiek aantasten als een partij hier zelf zegt, de christendemocratische politici en ex-politici zullen getuigen en ze doen het daarna niet. Wat tast er nog meer het vertrouwen aan als een Kamerlid van een bepaalde fractie in zowat elke Dexia-commissie zegt, ja, nu moeten we toch echt wel naar een onderzoekscommissie en vervolgens die fractie tegenstemt. Wat tast er nog meer het vertrouwen aan in de politiek als we kijken naar het bochtenwerk van de VLD en deze. Daarom, collega's, conclusie, voor het herstellen, of toch een beetje te proberen redden, van de geloofwaardigheid van heel het parlement, voor het proberen redden van het vertrouwen van de burger in het politiek systeem en de democratie in zijn geheel, lijkt mij echt wel een onderzoekscommissie, naar dit Dexia-debacle essentieel. Dit is het grootste financieel drama van de eeuw. Dit moet grondig onderzocht worden door het parlement. Als je hiervoor geen onderzoekscommissie installeert, waarvoor ga je dat instrument anders ooit nog gebruiken? Waarvoor? Ik dank u. Bedankt, meneer de Decker. De vote sur cette proposition de rejet aura lieu ultérieurement. Et donc, en conséquence, la Chambre adopte la proposition de rejet. La proposition est rejetée. Namstemming voor het voorstel tot verwerping gedaan door de Commissie voor de Financiën en de Begroting van het voorstel van meneer De Decker en meneer Jambon tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie. Begin van de stemming. Heeft iedereen gestemd? Heeft iedereen zijn stemming nagekeken? Einde van de stemming. 122 votants, 93 pour le rejet, 29 contre. En conséquence, la Chambre adopte la proposition de rejet. La proposition est donc rejetée.